Ik heb superveel villagers op mijn Minecraft ref. En ik had er een leuk ideetje mee. Wat nou al gaan wij een bank voor ze bouwen? Nee, niet een bank om op te zitten. Ik bedoel een bank waar je geld kan halen. Bijvoorbeeld emeralds. Als het goed is, lopen ze namelijk hier allemaal buiten rond de... Wat doe jij hier? Waar is mijn zwaard? Geef me mijn zwaard! Oké. Oké, daar schrok ik echt niet van hoor. Ik ben echt niet bang voor een skeleton. Klik op die duimpjes omhoog en koop de merch op alexkleinshop.com. Oh, mijn inventory zit zo vol. Allemaal dingetjes voelen namelijk altijd hier aan. Dat glitcht heel apart of zo. Wat ik niet snap, want ik heb hier gewoon hoppers, maar die zitten denk ik vol. Oké, dan hebben we een klein probleempje. Waarom zitten mijn hoppers vol? Oh my god. Alle kisten zitten vol. Nee joh. Dat is niet normaal. Trouwens, deze nog niet. Maar aan deze kant zit wel alles vol. Dit is foutenboel. Ik heb hier namelijk een heel systeem gemaakt. In mijn raftwereld spoelen namelijk allemaal dingen aan, zoals je kan zien. En dat wordt allemaal opgevangen in dit kleine huisje. Alleen loopt het dus nu al helemaal vast. Oh, het is zo'n zooitje hier daardoor. Maar waar kunnen wij een villager bank maken? Waar we dus geld kunnen halen? Hier is het namelijk al redelijk vol. En waarom staat er binnen een iron golem? Oké, die heeft zijn plekje wel gevonden daar. Hier was ik ooit nog een lift aan het bouwen. Alleen ging ik heel vaak dood door die lift. Waar kan een mooie bank komen te staan? Dit is een lastige. Hoi, Pandy. Wat we zouden kunnen doen is, we kunnen het letterlijk gewoon hier tegenover maken. Alleen zie je de kip dan niet zo mooi meer in de verte. Dus dat is niet zo leuk. En wat we ook kunnen doen is, we kunnen het hier maken. In het aquarium. Alleen moet het aquarium dan weg. En ik wil het aquarium niet weghalen. Ik vind die veel te leuk. Pandy's huisje gaan we natuurlijk ook nooit weghalen. Maar wat we wel kunnen doen is, we kunnen het eiland een beetje uitbreiden naar deze kant. Ik denk dat het super mooi eruit kan gaan zien. Ik bedoel, dan hebben we hier gewoon wat slabs. En die gooien we zo op deze manier hier neer. En dat is de tijd voor een uitbreiding. Ik hoop dat ik hier wat hout heb liggen. Ach, dat moet haast wel. Zo vol dat die kisten zitten. Maken we even super veel slabs erbij. Hoppakee, dit moet wel genoeg zijn, toch? Oh, en we hebben zo lampjes nodig hier. Laten we even wat torches maken. Ik denk dat dat wel handig is. Ik wil niet dat er hier allemaal monsters spawnen als ik hier aan het bouwen ben. Hoeveel moeten we uitbreiden? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfect, dit is wat we gaan uitbreiden. Wow, wat zit daar onder water? Is dat een lichtgevende inktvis? Dat is zo cool. Eentje heb ik verkeerd geplaatst, dus die moeten we even opnieuw neerzetten. Zo, en dit bouwen we allemaal mooi af, zo. Oh, zet ik er nou weer eentje verkeerd? Jongen. Oké, en dan kunnen we hier onder water. Hier moeten we namelijk een plekje maken, waar we zo meteen natuurlijk een heel gebouw kunnen bouwen. Hoe groot gaan we namelijk het gebouw van de bank bijvoorbeeld maken? Wat doen al die zombies daar? Ga maar nou een keer met rust, oké? Zo, hier zet ik nog wat lampjes erbij. Oké, ik denk dat we gewoon hier op deze manier moeten gaan uitbreiden. We hebben heel veel hout nodig. Dat sowieso. Dus dat ga ik even bijmaken. De hekjes van Pandy mogen een beetje weg. Oké, niet Pandy laten ontsnappen, alsjeblieft. Maar ik denk dat we dit zo wel genoeg hebben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfect. Dan heb ik nog heel erg dark wood nodig. En ik heb eten nodig. Ga nou dood. Weg jullie. Stomme zombies. Oh nee. Weg. En weg. Dankjewel. Eeuw, dat verrotte vlees. Dat hoef ik helemaal niet. Laten we maar wat raw pork chop eten. Oh nee. Komt er nou nog één? En nog één? Oh. Hier, ga dood. Stomme zombie. En jij ook. Dankjewel. En weg ermee. Dat doen we met zombies. Inderdaad. Oh, ze blijven ook maar komen, hè. Ik moet echt gaan slapen. Heel snel. Ik wil geen monsters rond op huis hebben, want dan kan ik niet slapen. Slaap lekker. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Waar wacht je op? Klik nu op de abonneerknop hier beneden. Oké, even naar beneden lopen, hoor. Wat hebben we allemaal nodig? We hebben meer oak wood planks nodig. Oh, en dark wood. Dit zijn spruce logs. Dat ook. Oké, ik denk dat dat hout hierachter wel moet liggen. Hier liggen namelijk alle spullen. Auw! Wie deed dat? Iemand deed me bij in hier. Auw. Hallo. Wil je dat eens niet doen? Dankjewel. Oké, en dan hebben we dit nog nodig. Perfect. Hallo. Ga eens dood. Stomme Rick. Oké, niks aan de hand. Het zijn maar 5 blokjes die missen. Oh, ik had verwacht dat het veel erger zou zijn met die creeper. Oké, maar nu we dit hebben opgelost, kunnen we een beetje verder gaan met het afbouwen van dit stukje hier alvast. Hier moet namelijk allemaal dark oak wood komen. Hoppakee, op deze manier. Wow! En dan hebben we gewoon een heel mooi muurtje hier alvast. Wat natuurlijk uiteraard de muur gaat worden van de bank. Dan wil ik hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan 8, 9. Bam! Is dit groot genoeg? Ik denk dat dit veel te groot is trouwens. Ik denk dat die ongeveer zo tot daar moet komen, hoor. Oh nee.
Nee, kom hier met mijn blokje. Kom hier met mijn blokje. Kom hier met mijn blokje. Het drijft weg. Oh, phew, ik heb hem. Gelukkig maar. Die erop en deze erop. Zo, dan wordt het helemaal in de stijl van het andere gebouw, zoals je kan zien. Ik vind het wel super cool als alles een beetje in dezelfde stijl is. Behalve deze gekke toren dan. Is er misschien ook mooi hout wat we kunnen gebruiken voor de vloer? Past wel, toch? We kunnen birch logs gebruiken. Ik denk dat die wel heel mooi staan. Laten we die gewoon allemaal meenemen. Dan maken we er namelijk plankjes van, zoals je kan zien. En daarmee kunnen we de hele vloer maken van de bank. Het is wel handig als we die ook als eerst hebben staan natuurlijk, want dan hebben we een plekje om op te lopen. De rest kunnen we namelijk weer helemaal opvullen met oak wood. Zo, en dan vullen we dit nog helemaal op. En dan moeten we dit ook eventjes helemaal mooi pellen. Hoppakeetjes. En nog wat extra hout erbij. Kan ook altijd wel fijn zijn. Dan denk ik dat de ruimte van de bank zo er wel goed uitziet. Dan moeten we er straks wat villagers in zien te plaatsen met goede emerald trades. Waar we dus altijd geld kunnen halen. Oh nee, en er staat daar nog een creeper. Oké, die moeten we goed in de gaten houden. Ook heb ik wat eten nodig. Gelukkig heb ik heel veel watermeloenetjes bij me. Ook al vullen die niet zo snel. Dat is wel jammer. Ook doe ik er even een lampje in, zo. En hoe gaan we het dak dan maken? Het dak moeten we sowieso weer met slabs maken eigenlijk. Dus laten we die gaan maken. Uitkijken voor de creeper, uitkijken voor de creeper. Oh nee, hij komt. Niet oploffen. Dankjewel. Een axe is dus als het goed is veel makkelijker met creepers verslaan dan een zwaard. Omdat een axe veel meer knockback heeft. Laten we even wat slabs maken op deze manier. Hoppakee, hebben we er genoeg. 54, dat moet wel genoeg zijn. Dan kunnen we die hier allemaal mooi opplakken natuurlijk. En dan hebben we zo meteen een super mooi dakje erop. Oh, dat was niet de bedoeling. Oepsie. Maar dit gaat er wel super mooi uitzien, zie ik nu al. Hier zo even. Oh, sorry Pandy. Een beetje van je bamboe staat in de weg. Ik plant al nieuwe. Moet het nog zo hier achter langs helemaal. Ik zit echt in de opperste concentratie om dit goed neer te zetten. Oké, dit hebben we staan en dan dit en dat. En daar. Oké, we hebben er nog wel een paar nodig. Oeh, er liggen zoveel dark oak wood logs in die kist. Dat is niet normaal. Daar kunnen we alles gewoon al mee van maken. Laten we dan ongeveer 30 slabs erbij maken. Oh, en hier ligt er ook nog eentje. Perfect. En dan kunnen we hier sowieso... Ik denk dat we er te veel hebben gemaakt. Maar hier kunnen we het sowieso al mooi mee opvullen. Perfect. Er nog 12 over zelfs. Dit mag dan weer weg. Hoppakeetje. Dan hebben we hier een leuk kamertje voor de bank. En natuurlijk zijn er bij een bank een paar dingetjes nodig. We hebben namelijk een balie nodig waarachter de villagers komen te staan waarmee we kunnen traden. Ik wil daar een ruimte voor een villager en daar ook. En als we nou zo en zo doen, dus deze daar en die daar en die daar. Dan hebben we drie plekjes voor villagers straks. Dat is perfect. Dit daar en dat daar zo zo. Oh, dat is mooi. En dan kan daar boven weer wat slabs. Op deze manier. En dan moeten er nu dus nog allemaal villagers in waarmee we kunnen traden. En de ramen. Die moeten ook nog afgemaakt worden. Maar dat doen we de volgende keer. Dit was alweer het einde van deze video. Klik op een van de twee video's die hier naast mij kunnen zien staan. En abonneer op mijn kanaal hier beneden.